Goedemorgen. Wat een beeld. Ik doe even knipperlicht aan zodat die man er langs rijdt. Ja. Goedemorgen. Ik ben net klaar bij het ziekenhuis. Ik heb een afspraak gehad bij de cardioloog. Ik ben laatst naar de huisarts gegaan. Want ik had een paar gezondheidskwaaltjes. Zo, ik zie eruit. En toen ben ik eigenlijk gelijk doorgestuurd naar de cardioloog voor mijn hart. Ik heb net een echo gehad en ik krijg donderdag mijn uitslag. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Wel een beetje spannend. Ik ga nu denk ik even langs de Mac, want ik heb echt zin in een cappuccino. Oké, jongens, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel tijd, maar ik wil het wel even laten zien aan jullie. Ik ben aan het koken. Ik ga gevulde aubergines maken. En dit is wat erin gaat. Hier zit gehakt in, tomaat, peterselie, bosui. Want Esmee komt bij me eten en ze mag geen ui. Dus ik heb bosui gedaan. Heel veel kruiden. Wat nog meer? Ja, dat was het volgens mij wel. Oh ja, en knoflook. Heel veel knoflook. En ik bak het nu in zonnebloemolie. Ik heb nu de aubergines in zout water gedaan. De aubergines te hier. De aubergines te hier in zout water. Ik laat ze even een half uur erin. Daarna ga ik ze bakken. En daarna gaan ze de oven in. Ik bak de aubergines in zonnebloemolie. En ik doe een beetje tomatensaus bij het gehakt. Oké, de vulling is nu klaar. Ik ga nu de aubergines pakken. Oké, ik heb de aubergines gebakken. Ik heb de gehakt erin gedaan. En nu doe ik even tomatensaus eroverheen. Oké, zo ziet het er nu uit. Ik heb tomatensaus eroverheen gedaan. Ik doe ze nu de oven in. En de oven heb ik voorverwarmd op de oven heb ik voorverwarmd op 220 graden. Ik ga nu gebakken rijst erbij maken. En ik gebruik ook gesmaakte rijst. Ik maak olijven erbij en tzatziki met dille en basui. Goedenavond alweer. Ik heb niet meer zoveel gevlogd. Oh, lekker. Ik heb echt super lekker gegeten met Esmee gisteren. En we zijn daarna naar McDonald's geweest. Ik heb de McFlurry karamel zeezout uitgeprobeerd. En die was echt lekker. Morgen, ik had vandaag zo erg zin in lamsvlees. Dus ik ben hier gelijk aan begonnen. Ik heb de lamsvlees gebakken in uitjes en deze knoflookpuree van de Albert Heijn. Dus uit de koeling. Dus verse knoflookpuree. En daarna heb ik kruiden erop gedaan. Ik heb het lekker op smaak gebracht. En ik heb er tomatenpuree overheen gedaan. En nu laat ik het even best wel zo lang sudderen tot het vlees een beetje mals is. En daarna doe ik er okra overheen. En okra is, ik weet niet of jullie dat kennen, maar bamje. Doe ik er straks overheen. En als laatste stap doe ik er ook nog citroen overheen en maak ik er rijst bij. Maar dat vind ik echt zo lekker. Dat was het eigenlijk. De knoflookpuree is dan zo ideaal. Want als er iets is dat ik haat, is het knoflook snijden. Ik heb trouwens bamje gehaald van de Turk uit de diepvries. En ik laat het wel even in de koelkast ontdooien voordat ik het erin doe. Maar het hoeft eigenlijk niet. Want je hoeft het niet te ontdooien voordat je het erin doet. Maar ik doe het wel. Ik weet niet. Ik vind het gewoon een fijner idee of zo. Eigenlijk moest ik het al eerder doen, maar ik ben het vergeten. Maar ik ga er nu nog tomaat bij doen. En dan doe ik een beetje water overheen. Ik laat het nu weer verder sudderen. Oké, de lam heeft nog ongeveer een half uurtje nodig. En wanneer dat het geval is, doe je ook erbij. Dus dat ga ik nu doen. De bam is er nu in. Nu ga ik er water bij toevoegen. Doe er nog een beetje tomatensaus bij. En nu doe ik er een beetje citroen bij. Zo, ik ben klaar met koken. Ik heb lekker gegeten. Het was echt lekker. Zo, het is wel een beetje aan de lichte kant, hè. Zo.
Was echt lekker. Ik heb een beetje opgefrist. Vandaag echt super warm. Ik heb me echt doodgezweet. Dus ik heb me even opgefrist. En ik ga zo richting Saranda. Want ik ben uitgenodigd bij haar om Temptation film te kijken. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. En wat het grappige daaraan is. Dat ik en Nessie mezelf ook voor Temptation VIP zijn gevraagd. Temptation Island VIPs. Zijn gevraagd. We hebben natuurlijk nee gezegd. Maar het is wel leuk om dan te kijken wie er allemaal meedoet. Ik zag al dat Rosanna en Niels meedoen. En de rest... weet ik eigenlijk nog niet. Dus ik ben echt benieuwd. En we gaan nu lekker. We gaan zo lekker samen met deze Island VIPs kijken. Ik heb er echt zin in. Dus Randa heeft ook allemaal snacks voor ons klaargelegd. Echt lekker. En we gaan nu beginnen met. Deze Island VIPs. Yay! Goedemiddag. Ik ben net klaar met schoonmaken. Ik zweet me echt dood. Ik heb vandaag een paar pakketjes op de post gedaan. Want ik heb alle broeken in maat 34 op United Wardrobe gezet. Met een paar jurken en een paar shirts. Want ik pas echt niet meer in maat 34 zoals jullie al hebben gemerkt. Dus die doe ik allemaal weg. Als ik het toch over mijn maat heb, wil ik ook gelijk reageren op alle comments die ik de laatste tijd krijg. Ik ben het echt een beetje beu. Ik krijg denk ik vanaf januari al elke keer comments met... oh, je bent aangekomen, je bent dik, bla bla bla. Kijk, in het begin begrijp ik dat wel. Je komt aan en dan krijg je daar reacties over. Het is hartstikke normaal op YouTube, want mensen mogen daar lekker brutaal reageren wat ze willen. Maar de laatste tijd is het echt een soort van trend geworden onder mijn video's om te zeggen dat ik zwanger eruit zie. Of om te vragen van hoeveel maanden ben je al zwanger? Is het een jongen of een meisje? Het is gewoon heel erg onbeschoft. Ik heb het gevoel alsof mensen de laatste tijd een beetje allemaal het extra aan het doen zijn. Het is een beetje een trend geworden onder mijn video's, want... het is een beetje overdreven. Ik bedoel, ik denk dat jullie wel vaker volle vrouwen hebben gezien. Of dikkere vrouwen. Maar ik ben echt een beetje klaar mee. In ieder geval, ik heb besloten om het woordje zwanger op mijn pagina gewoon te blokkeren. En als je op een andere manier spelt of zegt. Of in het Engels, Marokkaans, weet ik veel wat. Ik blokkeer het gelijk, want ik ben er echt klaar mee. Ik denk dat het ook voor mij tijd is om in te grijpen. Want anders krijg ik het onder elke video. En ik vind op dit moment vind ik het echt niet meer leuk. Dus... dan maar een paar woorden blokkeren op mijn kanaal. Ik heb het echt super warm trouwens. Oh ja, jullie zien het vast al. Maar ik heb gisteren dus mijn haren geverfd bij Ros. En ik heb nu de kleur karamel. Het is echt best wel donker voor mij. Maar het wordt nog iets lichter na een paar keer wassen. Maar ik vind het echt mooi. Ik ben er echt blij mee. Ik moet wel echt eraan wennen. Want kijk, ik ben niet heel donker voor mezelf. Mijn huidskleur. Maar ja, nu is de camera ook. Staat een beetje licht, de camera. Ik ben niet echt heel donker van mezelf. Dus ik lijk gelijk heel erg bleek met donker haar. Maar na een paar keer wassen wordt het echt iets mooier. Ik krijg meer een beetje ja, licht karamel kleurtjes. Ik ben er echt heel blij mee. Oh ja, gisteren had ik trouwens een foto geplaatst van mezelf met een pruik. Zo'n zwarte pruik die ik bij Ros had gepast. Ja, het waren eigenlijk extensions. Die had ik allemaal zo erin geklipt. Maar ja, ik met zwart haar is echt zo anders. Ik heb er echt zoveel reacties op gekregen. Maar ja... er waren heel verschillende meningen. De ene vond het wel mooi, de andere vond het niet mooi. Dus ja, ik vond het wel grappig. Eén ding weet ik zeker, ik hoef er van Nesse niet mee thuis te komen. Hij vond het echt niet mooi. Nee, zwart haar vindt hij echt helemaal niks bij mij. Maar ja, hij komt zo trouwens thuis en hij heeft mij nog niet gezien met dit kapsel. Dus ik ben benieuwd of hij dit wel mooi gaat vinden. Want het is toch wel een beetje... het is best wel een groot verschil met de vorige keer, moet ik zeggen hoor. Ik denk wel zo'n 4 tinten of zo. Dit is echt een beetje... dit is eigenlijk gewoon een beetje bruin. Ja, ik moet hier wel aan wennen hoor. Ik ga mij zo even omkleden, want wij gaan vanavond met iftar gaan we eten bij Helai, een Afghaans restaurant. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Nessie komt zo met 5 minuten thuis. En dan gaan we rustig aan klaarmaken en dan gaan we lekker samen eten. Want Nessie gaat morgen weer even weg voor opnames. En dan gaan we vandaag even lekker samen dingetjes doen. Dus we gaan uit eten en dan gaan we gewoon lekker op de bank. En dat is voor nu de planning. Wij zijn inmiddels aangekomen bij Helai. Maar we zijn echt veel te vroeg. We zijn een half uur te vroeg. Want Nessie mag over een half uur pas eten. We zitten nu te wachten in de auto. Gezellig hè? Heel suf. Nog even wachten, anders moet je daar toch een half uurtje wachten. Ja, wij zitten inmiddels bij Helai. En wij wisten dus niet dat er open buffet was. Wij dachten gaan gewoon een menu bestellen. Maar ze hebben hier gewoon open nou, buffet. Moet nou verdomme ook nog gaan lopen van eten. Niet normaal. Maar het is best wel groot. Dus ik denk dat het wel lekker gaat zijn. Ik laat je straks wat ik allemaal gaan pakken. Ja, we hebben als eerst een vegetarische groentesoepje gekregen. Met dadels. En volgens mij is het melk. Ja.
En een grote fles water voor Nessim en een colaatje voor mij. Dat is een film, man.